in mijn Minecraft survival wereld. Wat is er hier gebeurd? Waarom is mijn hele huis veranderd in dirt? Oké. Ik dacht dat mijn huis een blauw huis was. En niet van dirt. Oh, dit kan ook maar één iemand zijn. Dennis! Waarschijnlijk heeft hij me teruggepakt omdat ik in de vorige video bijen heb verstopt in Dennis' huis. Oh, dan vond hij dat denk ik toch niet zo leuk. Ik wil zo kijken naar de buitenkant van dit huisje. Maar eerst wil ik jullie vragen om op dat duimpje omhoog te drukken. En klik natuurlijk op de abonneerknop hier beneden. We zitten namelijk super dicht bij de 400.000 abonnees. En met 1 seconde van jouw tijd kan je me daar ontzettend erg naar helpen. Laten we maar even kijken. Oh my god, hij heeft zelfs de hele... Oh, hij heeft een paar blokjes blauw gelaten. Dankjewel, Dennis. Dankjewel. Oh, maar hier is ook alles helemaal van dirt. Ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Mijn bed is gelukkig wel nog blauw. Oh, en zelfs deze pilaar hier binnen is van dirt. Het bedje voor meneer Kippie staat er gelukkig nog. Oh, en zijn bordje is wel weg. Ja, die heeft het helaas niet overleefd. Oké, zullen we eerst kijken vanaf de achterkant of vanaf de voor... We gaan naar de achterkant. Ik wil dit eerst... Oh mijn god. Wat? Oh nee, Dennis toch. Oh, ik wil die voorkant moet ik ook gezien hebben. Oh, er staan hier allemaal bordjes. Oké, die gaan we straks lezen. Eerst wil ik kijken naar de voorkant. Oh nee, we staan hier bij het standbeeld van Bloemdam. Maar... Nee joh, mijn hele huis is van dirt. En die van Dennis staat er gewoon nog mooi bij. Hij heeft eindelijk een keertje zijn ramen goed aangepast. En zijn tuintje staat er lekker bij. Maar oh, Dennis. Waarom maak je mijn huis nou weer van dirt? Oh, wat staat hier? Haha, grappig hoor, al die bijen in mijn huis. Maar jouw huis staat er ook wel een beetje modderig bij. Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Mijn hele huis is van modder gemaakt nu. Ik wil geen ruzie. De blokjes zitten in de kist naast je... Oh my god. Wacht. Dennis? En een diamantje? Wat? Nee joh, Dennis heeft al mijn blokken gewoon teruggelegd. Oké, dit ben ik niet gewend van als mensen mij trollen. Dat is wel heel aardig van Dennis. Groetjes Dennis, maatjes voor altijd. En een klein cadeautje voor jou. Met jouw leuke kleur. Oh, wat? Dat klopt, een diamantje is natuurlijk blauw. En al mijn blokken liggen erin. Oh, ik wil nu eigenlijk iets aardigs terug doen voor Dennis. Ik bedoel, ik heb hem namelijk getrold met allemaal bijtjes in zijn huis. En hij wil het nu met mij goed maken. Ik vind dan ook dat we het goed moeten maken met hem. Maar laten we eerst maar even een schepje maken om al dit dirt te vervangen door weer naar normale blokjes. Oh, ik heb gelukkig al een schepje. Yes! Dat komt perfect uit. Meneer Kippie, we gaan het huis gelijk voor jou fixen, joh. Oh, nee, alles is van dirt. Hoe krijg je dit ook voor elkaar om dit zo te maken? Hij heeft hier echt veel tijd in gestoken volgens mij. Want het kost mij al eventjes wat tijd om dit allemaal weg te halen. Laat staan om het te bouwen. Laten we gewoon sowieso eerst even de muur aan de voorkant helemaal mooi afmaken. Hier zo even kijken. Dan moet dit er allemaal uit. Zelfs dat randje erboven is helemaal van dirt. Oh jee, Dennis. Oh, ik moet zelfs naar mijn zolder klimmen. Maar oké, alle dirt is nu aan de voorkant weg. Echt, mijn huis ziet er zo apart uit als je het zo bekijkt. Maar laten we maar eventjes kijken. Het diamantje ga ik sowieso in het kistje leggen. Kijk, hoppakee. Dankjewel, Dennis. Ik vind dat echt hartstikke aardig van je. Maar dan halen we die weg. Dan pakken we de blauwe blokjes erbij. En dan plaatsen we die mooi terug zo. Juist, en dat staat perfect. En dan moeten we natuurlijk ook nog alle muren hier weer eventjes mooi maken op deze manier. Dus laten we dit zo doen. Dan moet daar een randje komen. Even kijken hoor. En dit moet zo gevuld worden. Ja. Oeh, dit gaat er weer mooi uitzien, jongens. Oh, dit wordt gewoon weer precies even mooi als hoe het eerst was. Ik denk niet dat we het heel snel mooier gaan krijgen dan dat het eerst was. Maar het ziet er toch weer mooi uit nu het weer lekker blauw is. Ah, oh, voelt gelijk een stukje beter. Alleen moeten we dit nu ook doen met alle andere muren. Ja, ik ben hier nog wel even mee bezig. Het begint alweer een beetje terug te komen, mijn huisje. Ik vind het er nog steeds raar uitzien zo. Mijn huisje, mijn eigen huisje waar ik al die tijd al in woon. Zonder muren ineens. Maar hey, we kunnen het er gelukkig heel makkelijk weer bij bouwen eigenlijk. Dus die daar... Oh, auw, dat deed pijn. Even kijken. Dan moet hier nog zo'n randje erbij komen. Ja, dat ziet er weer mooi uit. Oh, die moet daar niet. Uh-oh, die heb ik nodig. Die heb ik nodig. Niet vallen. Woe! En die daar en daar. Ja, dat is weer mooi. En die zo om de deur. Die daar erboven. Ik kom wat blokjes tekort volgens mij. Dennis! Heeft hij hier nog wel... Dennis! Je hebt me te weinig blokjes gegeven. Ik heb letterlijk
letterlijk een heel gat in mijn muur nu. Hij heeft me letterlijk te weinig blokjes teruggegeven per ongeluk. Ik denk per ongeluk tenminste. Oh, dit betekent dat we ze weer opnieuw moeten zoeken. Of nou ja, maken. En wat hebben we daarvoor nodig? Daarvoor hebben we sowieso gravel nodig. Dus laat ik dat als eerst hakken. Kom op, gravel. Yes, dankjewel. Laten we er een stuk of 8 meenemen. Ik denk dat we daar wel genoeg aan hebben. En dan hebben we ook natuurlijk 8 stukjes zand nodig. Maar eerst... Adem, adem, adem. Kom op, geef me adem. Dankjewel. Oké, en nu 8 stukjes zand. Dat is 1, dit is 2. Kijk, dat gaat gelukkig lekker snel. Hé, ik mis een stukje zand. Oh, ze gaan allemaal naar boven. Oké, kan ik gelijk even ademhalen. Oké, en weer naar beneden. Nog 3 stukjes nodig. Oh ja, en we hebben natuurlijk ook blauwe verf nodig om de muur zo mooi blauw mee te kunnen maken. Maar als het goed is dat best makkelijk te maken. Daar hebben we namelijk dit bloemetje voor nodig. Even kijken hoor, maak je hier wit? Ja, hier maak je witte verf mee. En dit bloemetje hebben we nodig, daarmee maken we blauwe verf. En al hebben we blauwe verf en doen we daar een klein beetje wit bij, kunnen we het lichtblauw maken. En dan doen we dat daar, doen we die daar en het zand zo er mooi onder. En hoppakee, we hebben blauw poeder. Blauw poeder voor beton. En dat moeten we dan gewoon even opstapelen. Ja, het ziet er misschien raar uit dat ik ineens een mokerhoge toren hier aan het bouwen ben. Maar het gaat allemaal... Oh! Oké, let op. Ik ga het jullie laten zien. Als ik dit nu namelijk hak, krijg ik hier... Oh, dan moet ik het wel in mijn inventory krijgen. Maar dan krijg ik hier betonblokken van. En dat zijn de blokken die ik gebruik voor mijn huisje altijd. Dus ja, het is best makkelijk te maken. En het ziet er nog best wel mooi uit ook. Natuurlijk ziet het er mooi uit. Het is lichtblauw en dat is de mooiste kleur die er is. Kijk al, mijn blokjes zijn weer weg aan het drijven. Dat moeten we niet hebben. Kom eens hier, jij! Dankjewel. Dan zoeken we er nog 2. Nog eentje. Dit is de laatste. Yes. En dan kunnen we hiermee nu wel een mooi mijn huisje afmaken. Even die daar en hoppakeetjes. En daar. Mis ik hier dan nog wat? Nee, toch? Niet dat ik weet. Nee, ik vind het er helemaal prima uitzien. Oh ja, we missen wel wat. We moeten de lampjes nog terughangen op alle plekken waar ze hingen. Dus daar hing een lampje volgens mij. Daar hing ook een lampje. En daar bij de deur hingen 2 lampjes. Oh ja, en het bordje van meneer Kippie. Meneer Kippie's bedje. Kijk, zo weet iedereen dat dit meneer Kippie's bedje is. Of niet dan, meneer Kippie? Oh, ik moet meneer Kippie's eten nog geven. Waar heb ik meneer Kippie's eten gelaten? Hallo, eten! Ja, oké, ik heb het bij me. Kijk, dat komt goed uit. Meneer Kippie, alsjeblieft, die is voor jou. En eigenlijk moeten we ook nog een bloemetje geven aan Zoomie voor zijn eten. Maar ik denk dat we dan beter eerst eventjes kunnen slapen. Het wordt namelijk al nacht en ik hou niet zo van nacht. Dan komen er namelijk allemaal enge monsters. Ha, goedemorgen, Zoomie. Goedemorgen, meneer Kippie. Oké, laten we... Zo, ik schrik me dood. Wow, oké, dit had ik niet zien aankomen. We worden letterlijk geraid. Die meneer moeten we killen. Hoe gaan we dit doen? Oké. Aanvallen! Hier kom jij. Oh, jeetje, het zijn er 2. Het zijn er 2. Hoezo zijn ze met z'n 2? Komen ze het hier nou inspecteren om te kijken of ze mij kunnen beroven? Oh nee, we gaan hier niet inbreken, meneer. Oh, hier kom jij. Kom dan, schiet dan. Kijk, dankjewel. Kijk, ga dood, jij stomme meneer. Oh, wat? Ik heb een vlaggetje gekregen. Nou, dat vind ik wel lief van hem. Maar jullie hoeven niet meer zo voor mijn huis te staan. Ik schrok me dood. Laten we deze wel mooi ergens ophangen als souvenirtje voor dit, dit onverwachte bezoekje nog wel. Waar kunnen we mooi ophangen. Ik denk daar. Ja, daar hangt hij perfect. Ik heb wel iets op me. Wat is Bad Omen? Ik heb echt geen flauw... Hoor ik er nou nog meer? Ik heb het gevoel alsof ik nog zo'n beestje hoor, maar... Of zo'n beestje, zo'n omen. Maar waar zit hij? Waar zit die pillager? Hallo? Is hier iemand? Hallo? Zo ja, wil je dan alsjeblieft weggaan? Het is niet de bedoeling dat je hier bent. Waar kan die zitten? Zit die in mijn achtertuin? Nee. Oh, ik durf nu niet naar buiten te komen. Welk bloemetje gaan we geven aan Zoomie? Laten we hier snel een bloemetje halen en dan ren ik gewoon gelijk weer terug natuurlijk. Een rood bloemetje. Oké. Ah! Rennen. Waar kan die zijn? Ik wil hem dood hebben nu, maar ik weet niet waar die is. Oké, Zoomie, ga alsjeblieft niet over de poort. Er kwamen net een paar hele enge mensen, alsjeblieft je eten. Maar ik weet niet waar die enge mensen zitten, maar die wil je niet tegenkomen. Oh, hij staat in de tuin bij Dennis! Uh-oh. Oh nee, Zoomie naar beneden. Hij mag je niet zien. Oké, ik moet Dennis hiermee helpen. Ik denk dat ik wel moet inbreken bij hem eventjes. Ik moet heel even door zijn huis lopen, maar ik doe het voor Dennis. Oh nee, hij kijkt naar Dennis' zijn kippen hier. Oh nee. Oké, hier kom jij. Oh nee, hij zit naar al die dieren te kijken. Ziet hij me? Oh, hij ziet me! Ah! Oké, we moeten hem doodmaken. Aanvallen!
Hier kom jij. Hier kom jij. Schild gebruiken, dankjewel. Oh, let's go. Hij is dood. Oh my god, dit was nog eens wat. Oké, we gaan snel weg uit Dennis' huis. Zeg maar niet dat ik bij hem thuis ben geweest. Maar ik wou dus nog wel iets terug doen voor Dennis. En ik zat eraan te denken, wat nou al maak ik gewoon één mega cadeautje voor hem. Ik heb er wel wat dingetjes voor nodig. Ik heb namelijk, denk ik, voor mijn cadeautje wat wol nodig. Ik heb hier al wat wol liggen. Heb ik een schaar hier liggen? Schaar, hallo, waar ben je? Misschien ligt die boven. Even kijken, ligt er hier een schaartje? Nee, wel twee eieren, dus dat komt goed uit. Nee, er ligt wel meer uit. Oh my god, hier lagen die blokken trouwens nog. Maar waar, oh waar, ligt er echt geen schaar hier? Ik zou toch zweren dat ik een schaar had. Maar oké, dan maak ik gewoon voor nu even een nieuwe schaar. En dan ga ik eventjes hier wat wol halen. En ik denk dat ik ook Dennis' schaapjes ga scheren. En dan wordt het gewoon een blauw met geel cadeautje. Want geel is natuurlijk de kleur van Dennis en blauw is mijn kleur. Kijk, ik moet jou even scheren, meneer het schaapje. Dankjewel. Oh nee, 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 nee. Oh nee, Dennis' kip is ontsnapt en die loopt nu in zijn huis. Sorry, Dennis. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh my god, ik kom er nu pas achter dat mijn schaar letterlijk naast me stond. Oh! Heb ik hem voor niks gemaakt? Nou ja, weet je wat? Die schaar gaat daar weer lekker het kistje in. Oh, hoe kan ik dit ook niet zien? Ik zit trouwens te denken, ik zou ook gewoon dat blauwe beton kunnen gebruiken. Dat heb ik nu toch namelijk. Dus dat neem ik gewoon lekker mee. En dan gaan we een cadeautje maken voor Dennis. Waar gaan we dat cadeautje zetten? Ik denk gewoon hier zo. Ik denk dat dit wel een mooi plekje is om een groot cadeautje voor hem te bouwen. Dus dan doen we dit zo, dit daar en dit daar. Dan maken we er een mooi doosje van voor hem. Dan doen we er een geel strikje omheen natuurlijk. Oh, dan heb ik wel ietsje meer geel wol nodig eigenlijk. Maar hebben zijn schaapjes al gegeten dan? Oh, oh ja, zijn schaapje heeft gegeten. Dankjewel, die is voor mij. Oh, ik heb er maar eentje gekregen. Ja, weet je, het is meer dan niks. Heeft hij hier nog wol? Oh, hij heeft daar nog wol. Oké, dat komt goed uit. Dit wol is voor het goede doel, oké? Het is voor Dennis zijn eigen cadeautje. Kijk, dan doen we die daar namelijk. En dan wil ik hier een kistje in hebben. En toevallig ligt er hier nog een kistje. En daar zit niks meer in, dus die kan mooi mee. En die kunnen we dan mooi hier binnen zetten. Hoppakee. Maar de vraag is nu, wat gaan we doen in Dennis' cadeautje? Wat is iets wat Dennis ontzettend, maar dan ook ontzettend graag zou willen hebben? Ja, ik weet dat Dennis heel graag een eendje wil, maar ik heb geen idee hoe je aan een eendje kan kopen. Ik denk dat je dan naar een dierenwinkel of zo moet. Maar hoe kunnen we dan aan een leuk cadeautje voor Dennis komen? Oké, ik heb een ideetje. Laten we er sowieso gele bloemetjes in doen. Dat zijn namelijk Dennis' favoriete bloemetjes. Dan moeten we die alleen wel eerst eventjes zien te vinden natuurlijk. Oh, ik zie ze daar al. Ik zie ze daar. Ah! Oh, oeh, dat was een verre sprong. Maar oké, gele bloemetjes. Daar komen we voor. Hallo, gele bloemetjes. Jullie zijn van mij. Ei, ei, dankjewel. Zijn er nog meer gele bloemetjes? Ja, daar zijn nog meer gele bloemetjes. Ik wil er gewoon zoveel mogelijk... Oh, hier staan heel veel gele bloemetjes. Dit gaat Dennis heel leuk vinden. Ik ga gewoon alles wat geel is, denk ik, in dat cadeautje doen. Ik denk dat dat wel super leuk is. Wat is allemaal nog meer geel wat in dat cadeautje kan? Nog meer gele bloemetjes natuurlijk. Oké, we hebben er nu 20. Ik denk dat dat wel een beetje genoeg is. Welke kant is mijn huis alleen weer op? Ik denk dat ik verdwaald ben. Hallo, huisje, kippie, Sumi, waar zijn jullie? Oh nee, het wordt straks nog donker ook. Oké, ik zie hier water. En ik weet dat ik aan het water woon. Ik woon in de buurt van het water. Dus laten we gewoon het water een beetje volgen. Ik denk hierachter trouwens. Ik weet namelijk dat er een soort van riviertje voor mijn huis langs gaat en achter mijn huis. Dus dan zou ik hier moeten wonen. Hallo? Oh ja, ik zie de blokjes al. Yes, ik heb het gevonden! Oh, ik ben zo blij nu. Je wil niet weten. Au! Dat deed pijn. Maar oké, we doen er sowieso dus superveel bloemetjes. Oh, ik wil heel veel bloemetjes daar hebben. En ik wil allemaal bloemetjes daar hebben. Dan wil ik er daar een en daar een. Dit is perfect. En dan moeten we in het midden nog wat leuks hebben. Maar wat leggen we daar neer? Oké, heb ik wat geels? Oh ja, Dennis' favoriete fruit is natuurlijk een appeltje. Dus die gaan we erin leggen. Kijk, dan doen we het appeltje erin. Zo, die gaat daar. En ik zit zo te denken, heb ik goud? Ik weet het niet zeker. Ja, ik heb goud. Ik zit namelijk te denken, Dennis' favoriete kleur is geel. Dennis' favoriete fruit is een appeltje. Wat nou al maken wij een geel... Oh, appeltje, die is dood. Maar wat nou al maken we inderdaad een geel appeltje? En ik weet hoe dat kan. Als we namelijk hier een appeltje inleggen. We doen dit er zo omheen. Dan maak je een gouden appel. En de kleur goud in Minecraft is natuurlijk geel. En geel, daar houdt Dennis van. En van appels. Dus ik denk dat we geen beter cadeau kunnen verzinnen dan een gele appel. Het wol van Dennis moeten we trouwens wel weer eventjes terugleggen. Ik vind het anders stom dat ik dat heb gestolen. Oké, dat ligt weer op zijn plekje. Oh nee, ik heb dat wol nog nodig. Sorry, ik heb het nodig.
nodig. Ik moet het cadeautje nog dichtmaken. Maar ik denk dat dit wel leuk is. Laten we hem nu gewoon helemaal zo dicht bouwen dan maar. En dan hebben we nog een strikje nodig. Hoe gaan we de strik maken? Oké, denken. Hoe ga ik dit doen? Ik zou gewoon dit er zo op kunnen zetten. Ja, dit is denk ik wel leuk. En dan moeten we er natuurlijk ook nog wat bordjes voor zetten. Hoi Dennis. Ik wil ook echt geen ruzie. En een blije smiley. Vandaar dat ik een cadeautje voor jou heb. Ik heb er heel goed over nagedacht. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. En dan doen we nog eventjes streepje Alex Klein. Zodat hij weet dat het van zijn buurman komt. Natuurlijk de enige andere bewoner in dit dorpje. Maar dat staat er tenminste. Ik hoop echt dat Dennis zijn cadeautje leuk gaat vinden. Ah, meneer Kippie, het was weer een geslaagde dag. Ik ga naar mijn bedje toe. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die jullie naast mij kunnen zien staan. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Verwacht je op. Klik nu een van deze twee video's aan. Ze gaan namelijk bijna verdwijnen. En dan kan je ze nooit meer aanklikken. Oké, heel misschien ooit nog. Maar ze gaan verdwijnen in 3, 2...